Welkom in de chocoladefabriek. Mooie plek in het Goudse. Dit Goudse verhalenproject zijn we gestart met z'n allen. Iedereen wordt opgeroepen om een verhaal over Gouda, ervaringen met Gouda, herinneringen aan Gouda, uit welke eeuw of decennium dan ook, opgeroepen om het in te leveren. En ondertussen zijn er toch al 450 verhalen binnen. En ik weet zeker, en daar gaan jullie ook allemaal aan meehelpen, dat we die 750 verhalen gaan halen natuurlijk eind september. En dat vieren we. En ik vind het mooie van iets vieren, dat als je naar de stad kijkt, dan liggen daar heel veel verhalen. Verhalen gaan weer leven. Dat gebeurt nu in de hele stad. Graag een applaus voor het ontwerpbureau 3 Megawatt, die de huisstijl Gouden 750 gemaakt hebben. Het leuke is dat de giganten op de bus het verhaal vertellen van de programmering Gouden 750. Dus ik zou zeggen, loop eventjes rond, ga ook in de bus kijken zo. Als Riva verbinden we heel graag mensen met plaatsen, dorpen, steden. En dat doen we zo veilig en duurzaam mogelijk. En dat doen we eigenlijk elke dag opnieuw en elke dag een beetje beter. En daarom vinden we het ook heel fijn om de komende periode gewoon heel veel mensen naar Gouda 750 te brengen. Mensen kunnen onderweg genieten van hun verhaal door de QR-code te lezen. Ik ben hier geboren, ik heb heel veel mijn jeugd doorgebracht. Maar dankzij de popronde ontdekte ik nog veel meer gebieden waar ik eigenlijk nog nooit ben geweest. Dus ik heb de stad als het ware herontdekt. Ondanks dat ik hier achter heel mijn leven kom. En daar heb ik het over geschreven. En op die manier kunnen we samen nog veel meer verhalen gaan maken. Dus kom, Gouda 750, een prachtige ervaring.